De Youth Board is een groep van 16 jongerenambassadeurs van Plan België en wij houden ons bezig met sensibiliseringscampagnes voor jongeren van onze leeftijd over de rechten van het kind in ontwikkelingslanden. La mission du Youth Board en Équateur, c'est d'une part de récompenser les gagnants du jeu Internet Planner Futur et de permettre aux jeunes du Youth Board sélectionnés d'aller rencontrer la réalité du terrain et les différents projets que Plan soutient en Équateur. De projecten gaan over de gelijkheid tussen meisjes en jongens, de seksuele rechten en om de kinderarbeid te verminderen. We gaan zo meteen beginnen aan een interview voor de regionale televisie. En ze gaan eigenlijk een paar vragen stellen over wat de Youth Board en zo allemaal is en wat we hier komen doen. Dus dat is wel heel spannend natuurlijk. Tres, dos, uno. Equidad de género, equidad o igualdad de género. Nous sommes dans le studio de Chico Spias. C'est très intéressant parce qu'on a pu voir comment les jeunes de Santa Elena montaient en fait un reportage radio par rapport à tout ce qu'ils trouvent important dans leur village. Het was terug een super drukke dag vandaag. We zijn op de radio geweest bij Chico Spias. We hebben daar een interview gedaan en we hebben daar terug uitleg gegeven over ons internetspel en over wat Plan België, de Youth Board, precies doet in België. Het was wel emotioneel ook, zeker naar de middag toe, omdat er was toch wel een zekere band dat we hadden met de jongeren, ook al kennen we ze niet echt en ook al is er de taalgrens. Maar toch vond ik het jammer dat we weg moesten wel, ja. Ik vond het eigenlijk een heel indrukwekkende reis. Ik denk dat we toch veel hebben bijgeleerd ook over de situatie hier en hoe de kinderrechten en zo hier toch ook wel geschonden worden. En ik denk dat we dat zeker kunnen meenemen naar onze acties in het vervolg met de Youth Board en dat we daar dus nog veel mee kunnen doen.